Hi, het is Mel hier en goed dat je kijkt naar deze video over je nekspieren ontspannen. Want misschien heb je er op dit moment wel last van en merk je dat er veel weerstand is in je nek. Maar als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, dan was er ook een moment waarop ik dacht van nou, eigenlijk is het allemaal best wel ontspannen. En bleek dat ik toch uiteindelijk heel veel weerstand in mijn schouders en in een gedeelte van mijn nek toch vasthield. Waardoor ik eigenlijk door daar iets meer op te gaan richten en iets meer aan te gaan werken, daar juist nog meer ontspanning kon vinden. En dat ik eigenlijk meer spanning in dat gebied vasthield dan dat ik vooraf dacht. En dat het me achteraf ontzettend veel voordelen gaf en veel meer ruimte ook voor mijn ademhaling. Want het wil niet zozeer zeggen dat je je direct nu heel erg voelt dat er heel veel spanning zit. Het kan namelijk ook zijn dat je lichaam zich daaraan heeft aangepast of de manier van ademhalen zich daaraan heeft aangepast, waardoor je eigenlijk het nu niet meer zozeer merkt, maar op het moment dat je de ruimte hebt, dat je pas het verschil voelt. Dus goed dat je hebt ingetuned bij deze video en er iets meer over wilt weten. Mocht je nou op de hoogte gehouden willen worden van al onze video's, dan kun je hieronder abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Dan houden we je iedere keer op de hoogte als we een nieuwe video geüpload hebben. Goed, maar je nekspieren ontspannen. Hoe ontstaat het nou eigenlijk dat je spanning vasthoudt in het gebied van je nek? Een aantal van die punten die daar die dat eigenlijk veroorzaken, is ten eerste dat je bijvoorbeeld een blessure of een ongeluk hebt gehad. Dan zul je merken dat dat gedeelte misschien extra weerstand vraagt. En dat is eigenlijk een punt, een traumatische ervaring zou ik maar even zeggen, voor je lichaam. Waardoor het zich ook op dat punt opslaat en je heel veel weerstand kunt voelen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld stress. Op het moment dat je stress hebt, zal dat ook zich gaan manifesteren in je lichaam. Dus niet alleen in je hoofd, maar zal het zich ook op een punt in je lichaam vaak gaan manifesteren en gaan vasthouden. En een van die plekken waar dat zich graag vast laat houden, is in het gebied van de nek en schouders. Dus heb je daar last van of merk je dat dat toch de afgelopen periode zo is geweest, kan het zomaar zijn dat je daar veel weerstand voelt. Een ander ding kan zijn dat je een verkeerde lichaamshouding hebt. Op het moment dat je heel erg naar voren beweegt, dus met je schouders naar voren, of juist heel erg naar achteren, waardoor je heel veel spanning voelt in het gebied van je nek, zul je misschien ook voelen dat daar iets meer weerstand is ontstaan. Dat kan door de jaren heen zijn, kan ook zijn op het moment dat je richting de puberteit een groeispurt hebt gehad en dat het eigenlijk stapje voor stapje zo gegroeid is. Dus het wil niet altijd zo zeggen dat je dat nu direct merkt. Maar door je te focussen op die goede lichaamshouding kun je daar heel veel winnen. En hetzelfde geldt voor een verkeerd ademhalingspatroon. Op het moment dat wij ons focussen op een volledige ademhaling in plaats van juist een ademhaling die we heel erg vasthouden in de borst, is er ook ruimte die je lichaam automatisch op verschillende punten gaat aanmaken of op andere punten juist lui wordt. Dus op het moment dat je adem heel hoog is, dat heeft ook weer met stress te maken en het gaat heel erg omhoog, zul je misschien merken dat het hier heel kort en dat er eigenlijk helemaal niet zo heel veel ruimte gemaakt hoeft te worden voor de ademhaling. Omdat je maar een heel klein beetje gebruik maakt van je longen. En hieronder hoef je eigenlijk bijna niks te doen. Dus je middenrif en dergelijke hoeven er eigenlijk helemaal niet mee te bewegen. En dat zorgt er dan ook weer voor dat je lichaam zich daaraan aanpast. Het past zich aan wat het op dat moment nodig heeft om te kunnen functioneren. En als het denkt dat het op dat moment op die manier moet functioneren, zal het zich daar ook aan naar gaan gedragen. En dat zorgt er dus voor dat je ook weer meer weerstand kunt voelen in het gebied van de nek. Dan zijn er 3 tips die ik je daarvoor mee wil geven op het moment dat je dus merkt dat je toch spanning vasthoudt of dat je wilt oefenen of er wel genoeg ruimte is in het gebied van de nek en dat je je nek kunt ontspannen. En dat is door je te focussen op een goede lichaamshouding. En een van de dingen die je daarbij kunnen helpen is, je raadt het al, yoga doen. En een van de houdingen, als ik er gewoon puur een houding uitpak, dat is natuurlijk goed om te oefenen.
een aparte asana, een aparte yoga houding. Maar juist je hele practice natuurlijk lekker je hele lichaam soepel en gezond houden is hetgene wat de meeste voordelen met zich meebrengt. Maar een van de houdingen die je ontzettend helpt om je lichaamshouding te trainen is de berghouding, Tadasana. Wil je daar nou iets meer van weten, dan hebben we daar ook een video van. Zou ik hieronder een linkje plaatsen. En je kunt eventueel ook op ons blog daar meer over lezen, zodat je stap voor stap met die berghouding aan de slag kunt gaan om hem goed op te bouwen. Want het lijkt misschien een hele simpele houding, maar het kan je ontzettend veel brengen. En zeker met je lichaamshouding zorgt het dat je lichaam gewoon netjes opgebouwd wordt van je tenen richting je kruin en je daardoor ook minder stress op het gebied van je nek en je schouders brengt. En je lichaam leert om het hele lichaam te gebruiken en juist ook gedeeltes te ontspannen. Dus yoga is daarbij ontzettend waardevol om ermee aan de slag te gaan. Hetzelfde geldt voor je ademhaling. Let op je ademhaling ook gedurende de dag. Op het moment dat we gaan versnellen of op het moment dat we heel erg in ons hoofd zitten, aan het werk zijn misschien wel, ons richten op een aantal dingen die we moeten doen, zul je merken dat je je minder bewust bent van je ademhaling. En op het moment dat je iedere keer weer even opnieuw incheckt bij je adem en kijkt of die volledig is, zorg je er eigenlijk voor dat die, zeker wanneer we iets gestresster zijn, dat die niet zozeer, wanneer die eigenlijk zeg maar een beetje naar boven toch getrokken is richting het gebied van de borst en je hem weer even terugstuurt richting de buik, zul je merken dat er weer eventjes opnieuw ruimte gecreëerd wordt in je hele lichaam voor de ademhaling en dat die vollediger is in plaats van dat die heel kort en snel in het gebied van de borst is, waardoor er ook weer meer stress op het gebied van de nek en schouders komt te staan. Dus staat lichaam toe om ook de volledige ademhaling en de volledige capaciteit van je longen te gebruiken, zodat je ook iets meer ontspanning brengt in je lichaam. Deels omdat je daarmee een seintje geeft naar je lichaam dat het mag ontspannen, maar tegelijkertijd ook omdat je het hele lichaam gaat gebruiken in plaats van het heel kort te houden. Dus een ademhaling is ontzettend belangrijk. En tegelijkertijd op het moment dat je heel veel stress ervaart in je leven, is het ook belangrijk om voor jezelf je te richten op en eigenlijk helder te krijgen voor jezelf wat jouw stress bezorgt. En ervoor te zorgen dat je die punten erkent in je leven en misschien ook wel kijkt hoe je dat aan zou kunnen passen, zodat je meer ontspanning in je leven kunt integreren. Meer rust in je leven kunt integreren. Want je kunt misschien ontzettend hard willen werken aan het ontspannen van je nekspieren. Maar op het moment dat je leven nog steeds ontzettend stressvol is en je eigenlijk die punten die jou ontzettend veel stress bezorgen niet gaat veranderen of niet aanpast, dan zul je eigenlijk meer bezig zijn met uiteindelijk het gevolg. Dus die nekspieren die zich ontzettend aanspannen om daaraan te werken, terwijl je de oorzaak niet aanpakt. Dus kijk wat de oorzaak is van hetgene wat die nekspieren eigenlijk doet aanspannen. En in dit geval wat jou stress bezorgt. Want dat is een van de grootste punten die juist die weerstand in je lichaam gaan creëren. Dan heb ik als laatste nog drie oefeningen voor je die je kunnen helpen om je nekspieren direct een klein beetje ontspanning te geven. De eerste daarvan is dat je je schouders rolt. En je schouders kun je dus rollen naar van voren naar achter. Die kun je ook van achter naar voren weer rollen. En wat ik vaak wel fijn vind om mee te starten is hele kleine cirkels te maken. Eerst van voren naar achter en die steeds groter te maken. Je kunt eventueel ook zelfs nog de armen iets meer bewegen en uiteindelijk helemaal wegstrekken. Maar hetzelfde geldt naar de voorkant. Maak het eerst klein, steeds groter, misschien de armen daar ook wel bij te gebruiken om die cirkel steeds groter te maken. Begin klein en doe het met aandacht. Dus niet zozeer ontzettend snel. Misschien gericht
op het ritme van je ademhaling. Want het gaat er niet zozeer om, zeg maar, dat je het even snel doet, maar dat je het met aandacht doet. Want dan ben je ook ontzettend bewust van dat gebied. Hetzelfde is het rollen van je nek. Zorg ervoor dat je niet helemaal doorrolt naar achteren, omdat je hier een nekwervel hebt die dat iets minder prettig vindt. Dus wat ik altijd zeg is op je ademhaling, zeg maar, van rechts naar links te bewegen. En op die manier heel rustig en subtiel de nek iets meer te ontspannen. En dan kun je ook steeds groter maken. En je kunt eventjes richting de kin bewegen. En je kunt ook even omhoog kijken. En naar links kijken en naar rechts. Zonder dat je te ver doordraait. Gewoon heel rustig bewust worden van het gebied van je nek. En daar iets meer ruimte naartoe te ademen. Het laatste wat je nog kunt doen is een massage voor jezelf. Of misschien iemand die dat heel graag bij je wil doen. In het gebied van de nek en van de schouders. Om gewoon heel rustig daar ietsjes meer stress los te kunnen laten. Ik zou ook zeker op het moment dat je dat wil doen, je hoeft je niet alleen te richten op het gebied van de nek en van de schouders. Doe het heel rustig en met aandacht. Maar kijk ook of je misschien zelfs het gebied van de armen mee kunt nemen. En misschien zelfs het gebied van de benen. Want het is heel tegelijkertijd, naast dat het waarschijnlijk heel prettig en zacht aanvoelt, ook fijn om gewoon weer eventjes aanwezig te zijn in je lichaam. Doordat je heel erg met je lichaam bezig bent. Misschien zelfs de voeten rustig te masseren. Zodat je je ook weer aanwezig bent in het hier en nu. In plaats van dat je met je hoofd heel ergens anders bent. En dat zorgt er ook weer voor dat je gewoon een ontspannen mind hebt. En eventjes wat extra liefde geeft aan je lichaam. Goed, mocht jij nou nog een aantal waardevolle tips hebben om je nekspieren te kunnen ontspannen. Of wil je graag delen wat deze oefeningen met jou gedaan hebben. Drop ze dan vooral hieronder in een comment. En dan zie ik je graag terug in de volgende video. Doei doei!